Hoi allemaal, het leek me leuk om vandaag weer eens een tutorial te doen. Is al zo lang geleden na alle vakantievlogs en shoplogs en dingen. Als je wil zien, kijk vooral even de afgelopen weken, dan zie je ze allemaal verschijnen. Maar nu is het hoog tijd om weer eens een tutorial te doen. En wel van deze look, gewoon een beetje nazomers, romantisch, ik weet het niet. Ik werd er heel vrolijk van. Dus deze look ga ik maken. En als je benieuwd bent hoe ik hem gemaakt heb, blijf dan vooral eventjes kijken. Ik heb al dagcreme op en deze foundation. Dit is L'Oreal Infallible 24 Hour Matte. En dit is de kleur 30 Honey, want ik heb nog een kleurtje. Dus ik moest wat donkerder. Of ik doe altijd die druppeltjes van de Body Shop. Maar ik had nu wel zin in deze. Ik heb hem wel licht gedaan, want hij is vrij dekkend. En ik dacht, ik wil niet dat alle spoedjes verdwijnen. Dus ik heb hem subtiel aangebracht. Ik heb ook een rustige huid nu, dus dat is prima. En dan gaan we gewoon maar beginnen met concealer, zoals altijd de Maybelline Eraser Dark Circle. Hij is nu een beetje te licht. En ik heb trouwens licht van opzij, ik hoop niet dat het lastig is. Maar ik had bedacht dat ik hier ging zitten. Deze is een beetje aan de lichte kant nu, maar ik denk als het zo meteen af is dat het prima is. Beetje die wallen wegwerken. Ik heb verder geen onzuiverheden, dus dat scheelt. Voor met mijn wenkbrauwen en daarvoor gebruik ik de Anastasia Brow Wiz. En ik heb hier van de kleur taupe. Mijn wenkbrauwen zijn nogal opgelicht. Ik moet echt weer even naar de schone specialist. Als je denkt, wat is het rood? Ik heb even een paar verdwaalde haren weggehaald. Ik breng even wat lippenbalsem aan. Dit is de Baby Lips in Hydrating, volgens mij. Hydrate. Ja, Hydrate. Want ik ga zo een lipkleurtje aanbrengen. En dan gaan we nu door met primer op mijn ogen. Dan ga ik een beetje contouren. En dan begin ik met de Sculpting Touch Stick van Kiko. En daarna pak ik het Sculpt & Glow Palet van Lily Lolo. Deze. En dan pak ik mijn Essence Kabuki. Ik moest even nadenken hoe dat ding ook alweer heet. En dan ga ik er overheen. En dan ga ik een beetje mee rond alle plekken zoals ik dat eigenlijk altijd doe. Die drietjes of E. Het is maar hoe je het ziet. Dan pak ik mijn Real Techniques Fan Brush. En daarmee ga ik in de highlighter kleur hiervan. En dan gebruik ik ook de bronzer. En dat is deze. Dat kan allemaal niet gek genoeg. En die gebruik ik met mijn blushkwast. Die gebruik ik eigenlijk gewoon op mijn wangen. Als een soort bronzy glow. En dan een palet. Ik ga het Sephora palet gebruiken. Hoe heet het ook weer? Nou, het is in ieder geval het nude palet. Ik heb er een review van geschreven op mijn blog. Als ik niet vergeet, zet ik hem hier even onder. Maar hij is, kijk, vorige week volgens mij online gekomen. Vorige week zondag. Dit is het palet. En ik begin met de lichtste kleur. En dat is deze. En die breng ik aan in mijn arcadeboog. Of in mijn arcadeboog onder mijn wenkbrauw. Dan pak ik deze kleur. En daarmee ga ik wel in mijn arcadeboog. Dan pak ik deze lichte glanzende kleur en die breng ik aan in mijn binnenste ooghoek.
En die werk ik ook een klein beetje verder. Richting het midden. En dan mijn favoriete kleur uit het palet. En dat is deze. En die breng ik aan met deze Morphe M422. En die breng ik aan over mijn hele bewegende ooglid. Dan pak ik mijn Zuffa Luxe Petite Crease. En daarmee ga ik in deze een beetje mauve kleur. En daar zet ik mijn buitenste gedeelte van mijn crease nog even mee aan. En dat trek ik subtiel door naar het midden. Zodat het mooi overloopt. En dan pak ik dit kleine kwastje van Sephora. En daarmee ga ik in diezelfde kleur. En die breng ik langs mijn onderste wimperrand aan. Tot ongeveer de helft. Dan ga ik nog even mijn blending kwast. De MAC 217. Door mijn arcadeboog heen. Om alle kleuren goed te vervagen. Dan pak ik het potloodje wat erbij zit. Dat is de kleur Golden Brown. Deze. En daarmee trek ik een lijntje langs mijn bovenste wimperrand. En ik doe niet echt een wing, maar wel een klein beetje mini wing, zeg maar, om een beetje mijn oog te liften. En dan trek ik ook een klein subtiel lijntje op mijn onderste wimperrand. Niet te hard. Dan is het tijd om mijn wimpers te krullen. En dat doe ik met mijn HEMA wimperkrudder, zoals altijd. En dan gebruik ik de Friday mascara. En het is verder niet gesponsord, maar ik vind het wel een heel leuk concept. Ik ben abonnee van Cosmopolitan al jaren. En dan kon je dit gratis testen. En wat is het nou? Het is een abonnement op mascara. En ik dacht, dat gaan we even testen. En wat je kan doen, is je gaat naar die site toe. En dan, ik heb geen idee, friday.com of zo, ik heb geen idee. En dan kies je het borsteltje wat jij fijn vindt. En de mascara die je fijn vindt. En dat samen maakt jouw ideale mascara. Dat vind ik zo'n leuk concept. En dan kan je kiezen hoe vaak je hem wil. Je kunt hem één keer in de maand, of één keer in de drie maanden, of één keer in, ik weet het niet. Ik dacht, ik probeer het eerst een keer. En dan kan je het gewoon direct, zeg maar, weer opzeggen. En je kan dan altijd, ja, zeg maar, je zet een soort van een pauze en je kan altijd weer beginnen. En ik geloof dat het een tientje is, maar correct me if I'm wrong. Maar ik vind het zo'n leuk concept. Ik koos voor de Extreme Volume Mascara en uiteraard een siliconenborsteltje. En ik vind het gewoon een heel leuk concept. Het enige wat ik mis is waterproof. Misschien zat het er wel bij, maar kon je dan niet extreem volume kiezen of zo? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik zou zeggen extreem volume en waterproof. En dan ben ik helemaal blij. Ik heb tijdens mijn vakantie echt bijna geen make-up gedragen. Niet helemaal des mij is, maar ik had er gewoon niet echt de kracht voor. Gewoon omdat je met Niels al druk bent. En ik dacht, ja, weet je, dan wil ik, als ik daarmee klaar ben, ook gewoon lekker naar het zwembad gaan. En dan niet nog. En sowieso, weet je, ik had er prima tijd voor. Het is niet dat het niet kon. Alleen, ja, nee. Ik koos ervoor om het niet te doen. Maar dat is altijd zo gek. Als je dan weer mascara opsmeert, dan, ik weet niet. Het is altijd heel gek. Ik ben inmiddels weer gewend, maar toch. Omdat ik altijd toch een beetje knoei, blend ik nog eventjes met mijn blending kwast. En dan zul je zien dat de mascara vlekjes verdwijnen. En dan is het tijd voor een lipkleurtje. En ik twijfel nog een beetje tussen deze. Dit is de Rimmel Kate Moss Lipstick in 42. Of deze van Clinique. Die is net iets donkerder. Ik denk dat ik voor de nude ga. Keuzes, keuzes. Zo.
Dan nog een beetje wenkbrauw gel, als ik hem kan vinden. Ja, hier is hij, de L'Oreal Brow Artist Plumber in Transparent. Transparant. En that's it. Dit is de look. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg! Volgens mij niet vinden. Maar misschien heb ik niet goed gekeken. Maar ik vind het echt heel leuk. Ik heb hem nu...